Want het wonderlijke is natuurlijk dat we al 2 jaar een beetje in zo'nzelfde loop zitten van dezelfde belangen. Het is natuurlijk logisch dat u namens het IC spreekt. We zien allemaal de beelden vanuit de ziekenhuizen en hoe druk het daar is. Maar we horen ook allemaal deze verhalen. Heeft u het idee dat we in die 2 jaar nou iets verder zijn gekomen? Ja, want we hebben heel veel geleerd over samenwerken en dit soort dingen. Maar wat ik vooral merk is dat we denken eigenlijk iedere keer hebben we gezegd we gaan met één manier en we hebben één manier van de oplossing en die moet de oplossing brengen. En nu zitten we in de Omicron en daar ben ik het ook helemaal met je eens. Maar we merken nu dat vaccineren, dat is niet meer het wondermiddel. Nou moet het van de booster komen. Nou zeg jij, luister eens, Denemarken laat alles los. Ja, ik denk dat er een momentum komt dat het kabinet moet gaan beslissen wat doen we wel en wat gaan we niet doen. Nou, echt mijn pleidooi zou zijn om nu in ieder geval de ondernemers waar je geplaceerd wordt, hè, dus bij een kapper op afspraak, in een restaurant, in een bioscoop, in de sportzaal, laat die dan los. We kunnen toch niet voor eeuwig op deze manier, zelfs als er een kleine dreiging is, de boel weer sluiten. Dat gaat gewoon niet. Nou ja, en dat is heel duidelijk dat u altijd zegt, dat is een politieke afweging. Maar waar ik wel dan benieuwd naar ben, is vanuit medisch oogpunt, wanneer zou er dan weer meer open kunnen? Nou kijk, de ideale wereld zou zijn, is dat je de jonge mensen, en dan jonge mensen onder de 50, die zou je kunnen zeggen, nu met het Omicron, van laat dat los, laat die mensen een infectie krijgen en dan bouwen ze natuurlijk onder de 60, als je het niet erg vindt. Je wordt nu officieel niet meer bij jong. Ja, voor mij ook. Maar het probleem, als je dat doet, dan circuleert het virus heel erg en dan worden de ouderen worden dingen. En die ouderen kunnen we ons niet helemaal 100% beschermen. Dat doen we nu met het vaccineren en de booster. We zitten op 80% boven de 70 jaar. Ja. Dat is de hoogste risico. Maar het is geen 100%. Het wordt ook nooit 100. Maar dat is het zo, maakt het zo moeilijk. Want dan weet je dat er mensen doodgaan. Ja, dan moet je dat met ons zeggen. Ja, dan moeten we dat accepteren. Maar dat is vechten tegen de bierkaart. Ja, maar dat is het. Maar dat is wat we moeten zichzelf beschermen. Ja. Je hoeft we nu moeten doen. We hebben nu een heel besmettelijke variant natuurlijk. Maar je hoeft het niet te krijgen. Je moet ook binnen blijven. Ik zeg niet dat iedereen dat moet doen. Maar het is ook een bepaalde manier een keuze van hoe je leeft natuurlijk. Kun je 80-90% van de bevolking zeggen, je blijft maar binnen de komende jaren. Want we zijn nu verslaafd aan lockdowns. Ja. Daar lijkt het op. Nee, ik zie echt grote problemen komen nu. Ik laat even. Jongens, we houden het wel gezellig. Hey. Ja, dat komt straks terug. We houden het gezellig. Nou goed, het advies is in ieder geval uitgebracht. Volgende week, vrijdag, horen we wat ermee gedaan is, toch? Nee, het OMT is vandaag bij elkaar geweest. Absoluut onze zorgen uitgesproken en dergelijke. Er wordt opnieuw gerekend. Volgens mij zitten we volgende week nog een keer bij elkaar. En dan komt er een advies naar de kabinet. Een medisch advies en dan zijn er ook nog een hele hoop andere. Ik bedoel, het blijft een besluit van het kabinet van al die adviezen. Ik vind dat belangrijk om te blijven benadrukken. Ja, ik vind het belangrijk, omdat de situatie is nu echt anders. Dat je niet meer alleen het medisch advies van het OMT. Het kabinet heeft altijd gezegd, wij volgen het OMT. Ja. Ik ben het helemaal met jou eens. Nu is er een moment dat je niet meer kan zeggen, we volgen alleen maar het OMT. Oh, dit is interessant. U zegt dus eigenlijk, weegt nog andere dingen wat meer af dan ons. Dat is toch heel belangrijk? Het is toch gewoon misschien geeft het een beetje hoop.